Yo mensen, Martijn hier, akmartknl, en welkom terug bij Modern Warfare 3 live commentary. Ja, dus we staan voor MW3 en nou... Wat krijgen we nou weer? Ik word gelijk ondergespamd. Oh mijn god. Nou, ik moest even het intro doen. Maar... Ja, ik vind het altijd jammer dat Modern Warfare 3 het altijd even wat beter doet nou, dan een standaard... Splinter Cell Blacklist video. Want er zijn games die gewoon beter zijn dan Call of Duty. En die worden gewoon niet gespeeld. Niet goed bekeken. Dus dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ik zag hier een dude lopen. Zo. Ja, die is ook dood. Ongelooflijk. Ja, weet je, ik verlies gewoon de meeste gunfights. Waarom? Ik gebruik een assault rifle, hun gebruik een MP7. En zei, daar had ik al een vorige commentaar al wat over. Dat ik ja, over de MP7 dat het gewoon een nieuw wapen is. Alsnog heb ik hem te pakken. Oh, kom op. Ja. En dan vind ik gewoon jammer dat games zoals Call of Duty gewoon vaker bekeken worden. Want er zijn games die gewoon beter zijn dan Call of Duty, maar toch. Call of Duty wordt vaker bekeken. En ja. Dat is gewoon jammer. En ik heb hier gelijk een double kill. En dan gooi je eerst zo'n ding erin en dan gooi je dit op de grond en dan midden in het veld. Hoppa. Slimman staal. We zien er. En trouwens, ik heb ook Batman Arkham Asylum uitgespeeld, niet opgenomen of zo. Nee. Gewoon zelf uitgespeeld, vast een beetje voorbereiden op de nieuwe Batman Arkham Origins. Ik ga die trouwens live streamen. Waarom? Daarom. Ik zie geen naam, tag. Godverdomme. Dat bedoel ik dus, hè. Call of Duty. Altijd hetzelfde. Maar ik doe nou gewoon mijn Modern Warfare 3, weet je. Ik heb geen andere dingen te doen. Rayman Legends wordt niet gewoon redelijk goed bekeken. En er wordt ook wel een beetje op gehaat. En Splinter Cell Blacklist wordt helemaal niet echt goed bekeken. En als ik iets pauze wil ik toch wel dat een beetje dat ik een beetje gemotiveerder door word. Als mensen duimpjes mogen doen. Reageren, bekijken. Ah, dat ding is net geëxplodeerd voor mijn ogen. Serieus. Slapspel nooit. Dan zal die auto zo wel in de lucht gaan. En het wordt ook weer eens tijd dat ik dat vind ik zelf dat ik weer eens even een spec optie post. Even gaan opnemen, even gaan renderen. En je weet wel, er staat een procedure voor het opnemen van een van het uploaden van een video. Ik denk dat er iemand duwt zit. Enemy UAV. Hey, heet eerder geen haatspam dan MW3 hoor. Oh, low en ammo. UAV online. Ik zag geen wapen, ook zag een MP7. I take whatever. Ik pak gewoon alles van de grond af. Ik weet niet wat voor precies dit is. MP7 custom. Waarschijnlijk rapid fire red dot. Eindelijk eentje niet met een silencer. Come on. Oh, van achter in mijn rug. Oh, ik dacht dat er eentje zat. Ja. Kan gebeuren. Mistakes happen all the time. Oh, ik had daar ook een shortcut door kunnen nemen. Ik loop nou hier. 200, huppakee. Gewoon een beetje random schieten. Ik zag het niet meer door de recoil. Oh, jezus. Links en rechts. Van rechts en links. Hihi. Ik moet even scavenger unlocken. Ik ben allemaal level 15. En GT Online ben ik ondertussen level 9. Ik heb iets van, weet ik veel, 8 keer gespeeld of zo. Oh, jongen, liep er al nog een, hè? Liep er al nog een. Ik heb geluid ook iets zacht gedaan van Modern Warfare 3 van de game. Stond een beetje hard, vond ik in de vorige commentaries. En ja.
kanaal goed ook wel redelijk door vind ik eigenlijk, want ah, we zijn de camper. Dat is nou het moeilijke tijdens live commentaar. Gewoon doorgaan met het praten in plaats van... Oh, er zit er een. Stoppen en dan... Kijk, weer opnieuw beginnen met het onderwerp. Dan wist ik dus niet dat hij zou omdraaien, maar mijn kanaal gaat wel redelijk lekker. Over een week of zo heb ik die rond abonnees bijna. Denk ik wel. Dat ik echt te dichtbij zit. Het mag altijd sneller gaan voor mij. Maar ik denk niet dat het nog snel gaat, want ik post voor de rest niks interessants op Modern Warfare 3 na. En Modern Warfare 3 is nog een beetje oud, dus kun je nagaan. Black Ops 2 kan ik heel veel niet posten, ik heb geen goede controle, dat moet ik ook nog regelen. Ah, oh, jezus. Payback. Haha, take that. PS3 controle stuk, ja goed, ik heb er een van 20 euro liggen. Ik had al eerder gezegd in een commentaar, er was een GTA Online video, maar ik weet niet wat er mee was. Was niet helemaal goed, ik had hem... Toen dacht ik van, oh, we gaan hem maar niet uploaden, want het was niet goed. En was het toch wel een camper? Ja, het was een verdomde klote camper. Oh, grote flashbang. Kom op, ga. God, ik zit vast tegen een koe of zo. Advanced UV. Lukt hier nog in de camper? Nee, niet. Oké, okay, hij is dood. Perfect. Oké. Okay. Hoppakee, Advanced UV hier. En we zijn weer uit. Ah, oh, net laatste moment ingeroepen, hè, dat ding. Had het zo jammer. Zie je, weer een MP7, hè. Ongelooflijk, altijd MP7. Level 18, dammit. Moet level 36 worden. We speelden ook tegen een hele klein genaamd Goor. En ik heb nou de M4A1 favoriete wapen voor mij. De Hex geunlocked. De CM901. Dat was van Dutchie the Gamers favoriete wapen. Dus ik nou kijk ook wel redelijk. Hij zei tegen mij, ga commentaries doen. Commentaries gewoon met tekst. Ik had eerst toch alleen wat Battlefield op mijn kanaal staan. Battlefield 3, Modern Warfare 3, de campaign ervan. Zonder gepraat natuurlijk. Dus hij zei van, ga gewoon online en ga gewoon met je stem. En dat had ik, was ik toen ook al aan het doen, hè. Toen was ik nog niet zo goed als dit. Nu. Zo goed als nu, mijn skills. En ja. Ik ga even die nieuwe camouflage erop zetten. Dat is nieuw geunlocked. Sounds zijn werk gewoon het best. Voor mij. Ja, weet je. De G18 is uit Modern Warfare 2. En die, ja. Yeah. Gebruikte ik toen ook wel veel. G18. Even kijken. Blind Eye. Ik begin een beetje te haten aan die airstrikes en zo. Hardline. Oh ja. Marksman, daar heb ik niet zoveel aan, hè. Dus ik heb toch een silencer erop. Dat heb echt helemaal geen zin. Voor de rest heb ik eigenlijk niks. Nee, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet duimpjes omhoog te abonneren. En dan zeg ik, laters.